Er is weer een nieuwe weekupdate. Wat doe je nog? Ga hem snel kijken. Eerste dag na het schoolkamp en niemand vindt het echt leuk om weer thuis te zijn, maar Tirza vindt het vreselijk. Zij zit liever op school nu ze weet dat haar ouders tegen haar liegen. Hij is zo'n lekker ding. Ik snap echt niet hoe hij single is. Wie? Met wie heb ik het hele kamp lopen flirten? Nou, Justin. Sinds ik terug ben van kamp slaap ik dus niet meer. Ik zit alleen maar de hele nacht te malen over dat gedoe met mijn moeder en mijn nepvader. Een les waar ze normaal in slaap valt, maar na 3 blikjes energy drink denkt ze dat het vandaag wel zal lukken. Oké, hey jongens en meiden. Jullie mogen de proef zo gaan uitvoeren. Let erop dat je echt de juiste verhouding gebruikt. Ja? Ga maar beginnen. Succes. Tirza, het zat al in. Wat doe je? Is dit nou weer? Tirza, je mag wel wat beter opletten. Ik doe dat toch niet expres? Ja. Misschien is het wel uw schuld, omdat we ons met gevaarlijke stoffen laat werken. Ach, wel nee. Je weet heel goed dat we hier geen proefjes doen met stoffen die kunnen exploderen. Dat is heel raar. Nou, dat weet ik nog niet zo zeker, hoor. Misschien doet u het wel gewoon expres, zodat ik kan kijken wie er oplet en wie niet. Want als je niet oplet, boem! Oké. Pak jij lekker je spullen. Wegwezen, je kan gaan nablijven. Meisje, gaat alles wel goed met jou? Op school, thuis? Ook al was er iets, je kon het toch niet meer helpen. En er is niks. Soms is het gewoon fijn om even je hart te luchten, je verhaal kwijt te kunnen. Misschien kan die ander tegen wie je het dan vertelt het net weer van de andere kant bekijken. Mijn vader is mijn vader niet, heb ik ontdekt. Jeetje. Eigenlijk zou eerstejaars Gijs aan zijn spreekbeurt moeten werken, die hij morgen moet geven bij Nederlands. Maar hij oefent liever trucjes op zijn BMX samen met Sebastiaan. Je moet je gewicht iets meer naar achter verplaatsen. Oh, je hebt het niet gedaan. Laat mij het eens proberen. Stephanie staat te kijken. Ik vind haar best wel leuk. Ze is de knapste meisje van de klas. Ja, ik vind haar ook wel leuk. Ze kan echt goed voetballen. Ze gaf Rick gewoon panna. Die panna was zo legendarisch. Ja. Wauw. Ja, ik ben blij dat ze niet naar mij kijkt, want ik bak er vandaag echt niks van op de fiets. Nou, volgens mij heeft ze je heus wel gezien, hoor. Maar we moeten naar de gymles. Wil je het nog een keer proberen? Je hebt net geleerd. Het is echt niet omdat Stephanie kijkt, hoor, maar... Kom, we moeten gaan. Laten we gaan. Sebastiaan fantaseert altijd over meisjes. Niet dat hij al een keer verkering heeft gehad. Maar in zijn hoofd is al wel een keer verhonderd. Kijk. Het is een schrift. Het is van Stephanie. Misschien moeten we het niet openmaken. Het is toch privé? Het is niet alsof het een dagboek is. Het is gewoon een schrift. Huh? Wat is dit voor lijstje? Wie is de coolste jongen? Het was de eerste keer dat ik in een schrift van een meisje kon kijken. Ik bedoel, de pagina's waarvan ze normaal niet willen dat je ze leest. Jij staat bovenaan en ik onderaan. Mm-hmm. Vindt ze je cool? Ja, blijkbaar. Wauw, is een T-Rex. Hij is echt mooi. Geweldig. Nice, man. Wat is dat? Ik had gisteren een serie te kijken en ik had eigenlijk alleen maar op mijn telefoon te kijken. Ik ga plassen. Ik had je toch mijn nummer gegeven. Ik had gehoopt dat je me had gebeld. Oh, ja, ik was van plan om je te bellen, zeker. Alleen, ik was bezig met het voorbereiden van mijn spreekbeurt bij Vommers. Het gaat over... Waarom neemt deze gast een dino mee naar school? Ja, hij heeft hem besteld. Is je er niet een beetje te oud voor? Te oud? Hoezo? Ja, je speelt toch mee op de basisschool? Oké, jongelui, als iedereen even de aandacht erbij wil houden... We krijgen vandaag de spreekbeurt van Gijs. En die gaat over euthanasie, hè? Ja, dat was eerst wel mijn onderwerp, maar ik ben van onderwerp veranderd. Mijn spreekbeurt gaat over dino's. Dino's. Ja, dino's. Het zou een feestdag voor Romy moeten zijn. Haar moeder heeft haar ziek gemeld op school, zodat ze mee kan om te vieren dat haar moeder en haar vriend 5 jaar samen zijn. Schat, al draag je een vuilniszak, je bent nog steeds voor mij de mooiste. Ik mag die vent gewoon niet. Hij denkt echt dat hij de plek van mijn vader kan innemen, maar dat kan niemand. Dit is een hele bijzondere dag voor mij en voor Roy. En ik ga dat niet door jou laten verpesten. Dus je hebt de keuze. Of je gaat nu gezellig en leuk doen en dan ga jij leuk mee. Of ik breng jou zo naar school. Kan namelijk ook gewoon. De keuze ligt bij jou, ik hoor het wel. Hij doet echt heel erg zijn best. Nou, het zal wel. Mijn moeder snapt gewoon niet dat het voor mij als verraad voelt als ik Roy net zo zie als papa. Romy, wacht even. Ik heb jou ziek gemeld vandaag, dus misschien is het beste als jij gewoon even zeggen dat je toch weer beter voelde en dat je niks wilde missen en dat je er daarom weer bent. En zeg maar niks over het uitje, want ja,
Dan gaan ze alleen maar rare dingen denken. Als ik toch al ziek gemeld ben, waarom zou ik dan eigenlijk nog naar school gaan? Michael was niet echt mijn eerste keus. Ja, ook niet mijn tweede, maar dat is zij natuurlijk niet te weten. Meike, doe die telefoon weg. Ik heb geen zin om bij iedereen afzonderlijk te vertellen dat het niet mag. Vanaf nu geen telefoons meer. Meneer, ik voelde me gewoon niet lekker, dus... Ja, ik denk dat dat komt omdat je de hele tijd op je schermpje zit te kijken. Je kan beter even opletten bij het bord, dan ga je jezelf beter voelen. Maar ik ging juist opzoeken wat de oplossing was, want... Ik heb echt al de hele dag al heel veel hoofdpijn en ik voel me heel erg duizelig en misselijk. Als ik nu niet naar Romy ging, vraagt ze me waarschijnlijk nooit meer ergens voor. Loop anders maar even naar mevrouw de Jong. Je hebt waarschijnlijk gewoon een beetje suiker nodig. Nou, ik heb het wel vaker. En meestal wat helpt is dat ik dan naar huis ga en dat ik gewoon op de bank of in bed ga liggen. Nou goed. Ga maar. Maar wel via mevrouw de Jong en meld je daar even ziek. Het is school. School? Ja. Wat ga je doen? Ik zal mijn moeder even halen. Ja. Mam! Telefoon! Hallo, met Stephanie. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik heb Romy gisteren nog ziek gemeld. Ja, het arme kind ligt al de hele dag op bed. Oh, de klasgenoot Meike ook ziek. Oh, dat is vervelend allemaal, ja. Ja, zal ik doen. Oké, dank u wel. Fijne middag. Dag. Ik ga stoppen. Gijs heeft het derde uur CKV, waarbij ze de opdracht hebben gekregen een paar schetsen te maken. Daarvoor mogen ze de hele school gebruiken. Oh. Kom, heel snel naar beneden komen. Heel snel naar beneden komen. Hey. Hallo, hoi. Gijs. Ja, nee, maar Rijk is hier voor schilderij op te halen. Dat is klaar. Dus die... Oké. Ja. Leuk. Ja. Ze heeft taart meegenomen. Dus er is ook wat voor jou in de keuken. Dankjewel. Ja. Leuk. Ik ga maar. Ja. Oké. Zie ik je donderdag? Ja, tot donderdag. Ja, oké. Ja? Maar die Marijke, hè? Die is aardig, hè? Wat zei ze nou tot donderdag? Zijn jullie nu vriendin of zo? Ja, denk het wel. Het klikt wel of zo, dus. Nou, want op zich doe ik zo niet met mijn vrienden, hoor. Zo. Nou, zo, dat je helemaal zo gaat zitten en dan met de haren zo aankijken en handjes vastpakken. Oh, je bedoelt zo? Ja. Ik mag altijd alles vragen aan mama. En ze geeft ook altijd antwoord. Alleen dat ze een vriendin heeft. Ik bedoel, een vriendin. Ik weet niet of ik dat wel wil weten. We vinden elkaar wel gewoon leuk of zo. Of we voelen ons wel aangetrokken tot elkaar. Dus we zijn een beetje, weet ik veel, jeetje, aan het onderzoeken wat het nou precies is. Of het is ook allemaal helemaal nieuw voor mij. Ik heb nog nooit iets met een vrouw gehad. Zou je het erg vinden? Nee, helemaal niet. Mevrouw Steenkamp, klopt het dat u lesbisch bent? Dat u op vrouw valt? Nou, is het waar dat ik lesbisch ben? Nee. Dat is helemaal niet zo. Nou ja, wat wel zo is, is dat jullie behoorlijk aan het rommelen zijn hier. Zo cool. Lot ook, weer aan het schetsen graag. Nou, ik vind wel fijn in ieder geval om te weten dat je er oké mee bent. Nou, het is natuurlijk ook heel erg ouderwets om het helemaal niet meer oké te vinden. Ja, dat klopt. Dat zou ik inderdaad ook niet heel fijn vinden. Nee.
Nouri is aan het werk in de kringloopwinkel. Hij maakt een webshop om wat extra geld te verdienen, maar dat hoeft zijn vader niet te weten. Wat ben je aan het doen? Ik maak foto's. Ja, dat zie ik ook wel. Maar waarom ben je een foto maken van oma's klok? Ja, ik ben voor school een webshop aan het maken. En daarvoor gebruik ik de winkel. Dus dan kunnen we nu ook online spullen verkopen. Handig, toch? Knap, hoor. En fijn dat je een hart voor de zaak hebt. Ik heb al heel vaak tegen mijn vader gezegd dat hij veel te weinig voor zijn spullen vraagt. Maar hij wil niet naar me luisteren. Prima. Dan doe ik het zelf, toch? Maar wel met iets extra. 50 cent voor mijn vader en 14,50 voor mij. Klopt dat wat Boestra tegen me zei? Verkoop jij spullen voor meer geld op het internet? Ja, ik weet wel dat Nouri mij een verrader vindt. Maar als mensen erachter komen dat mijn vader spullen verkoopt voor verschillende prijzen, dan vertrouwt niemand hem meer. Weet je hoe vaak ik tegen jou heb gezegd dat je veel meer voor die spullen kan krijgen dan dat je ervoor vraagt? En ik doe toch niks verkeerd? Je krijgt gewoon het deel wat jij wilt en ik krijg de rest.